Welkom allemaal bij het webinar Sinterklaas in Ginzi. We willen jullie laten zien welke tools en activiteiten we beschikbaar hebben in onze bibliotheek in het thema Sinterklaas. En we willen jullie daarbij inspiratie geven hoe je deze in kunt zetten in je klas. Mijn naam is Iris en ik ben een van de buddies bij Ginzi. En wanneer je gebruik maakt van Ginzi, dan zijn wij er voor jullie om jullie te begeleiden. Ik ga zo meteen mijn scherm met jullie delen om het een en ander aan jullie te kunnen laten zien. Dit webinar is voornamelijk voor de onderbouw. We laten tools en activiteiten zien, wel voor alle leerjaren, maar het meeste zal zijn voor de onderbouw. Ik wens jullie veel plezier met het kijken. Wanneer je inlogt in Ginzi, kom je terecht in onze bibliotheek. Je kunt dan op verschillende manieren de materialen zoeken die jij wilt gebruiken. Je kunt zoeken via deze balk hierbovenin door een zoekterm in te vullen of via de filters aan de linkerkant. Ik ga eerst laten zien hoe je kunt zoeken via een term en ik vul Sinterklaas in. Wanneer ik dat doe, zie ik alle Sinterklaas tools en activiteiten die er zijn voor alle leerjaren. Ik kan door de filters hierbovenin ook nog leerjaren selecteren, maar dat kan ook via de filters aan de linkerkant. En ik zou ook nog via de filters hier linksbovenin kunnen zoeken. Dan ga ik via thema's naar jaarlijkse dagen naar Sinterklaas. En dan vind ik ook alle activiteiten en tools die er zijn op het gebied van Sinterklaas in Ginzi. Ik ga een aantal van deze dingen uitgebreid aan jullie laten zien. En een aantal andere dingen zal ik wat korter benoemen. Nou, als eerste wil ik graag het haardvuur aan jullie laten zien. Het haardvuur hebben wij zonder thema in het thema Sinterklaas, thema kerst en het thema winter. Je kunt deze schermvullend maken door op je toetsenbord op de F te drukken of door hier onderin op de drie puntjes te klikken en vervolgens naar volledige schermweergave te gaan. In dit webinar hou ik mijn haardvuur wat kleiner, ga ik hem niet volledig beeldvullend maken, zodat jullie precies kunnen zien wat ik doe. Ik klik het haardvuur in het thema Sinterklaas aan en hij verschijnt op mijn bord. Ik zou hem zo kunnen gebruiken voor wanneer de leerlingen 's ochtends binnenkomen. Dan is er gelijk een gezellig sfeertje in de klas. Maar ik zou hem ook nog wat persoonlijker kunnen maken. Zo zou ik bijvoorbeeld mijn klassenfoto in kunnen voegen, zodat de leerlingen ook echt kunnen zien dat het ons haardvuurtje is bij ons in de klas. Hoe doe ik dat? Dan ga ik hier onderin het menu naar het bloemetje, naar de eigen afbeeldingen. En kan ik hier een afbeelding uploaden om vervolgens in te voegen. Ik heb zelf geen klassenfoto, maar ik heb wel een foto met mijn collega's. Dus die ga ik hier invoegen. Ik klik hem aan en hij verschijnt hier op het bord. Nu kan ik deze ook nog naar het juiste formaat slepen. En vervolgens sleep ik hem naar de plaats waar ik hem wil hebben. En ik wil hem hier over de poster van de stoomboot heen plaatsen. Dan ga ik hem nog weer even iets groter maken, zodat hij goed past. En daarna wil ik deze foto ook vergrendelen, zodat hij niet meer van zijn plek afgesleept kan worden. Klik op de drie puntjes en vervolgens vergrendelen en dan kan ik hem niet meer verslepen. Ik zie dat ik hem nog wel eventjes iets kleiner wil maken, want het randje staat er net niet mooi op. Dus dan klik ik weer op het slotje, dan ontgrendelt hij. Ik kan hem iets kleiner maken, sleep hem naar de juiste plaats en vervolgens vergrendel ik hem weer. Zo vind ik hem wel mooi passend. Ik kan het haardvuur ook nog afspelen met geluid door hier links onderin op de luidspreker te klikken. En als ik vervolgens weer op de luidspreker klik, dan gaat het geluid van het haardvuur weer uit. Dus je kunt kiezen of dat je het met of zonder geluid af wilt spelen. En nu vind ik het ook wel fijn om deze pagina op te slaan, zodat ik niet iedere dag die foto opnieuw in moet voegen. Nou, door dat te doen, klik ik hier onderin op de floppy
opslaan als. En dan wil ik hem haardvuur Sinterklaas noemen. Want ik weet dat ik het haardvuur Sinterklaas thema heb gebruikt. En ik sla deze pagina op. Vervolgens klik ik weer op thema Sinterklaas. En hier heb ik weer mijn haardvuurtje met mijn eigen foto. Nou, de dag is gestart. Ik ga met mijn kinderen beginnen. En dan ga ik terug naar de bibliotheek door op de G links onderin te drukken. Nu wil ik met mijn leerlingen gaan aftellen tot pakjesavond. Ik open de aftelkalender en ik kan hem toevoegen aan deze les, maar ik kan hem ook als nieuwe les openen. Nu, ik wil deze activiteit nu als nieuwe les openen, zodat ik hem zo meteen apart op kan slaan. En hier heb ik de aftelkalender. Nou, links onderin heb je een knop voor meer informatie en daar staat: tel samen met je leerlingen af tot pakjesavond met deze interactieve aftelkalender die vol zit met leuke verrassingen. Sleep elke dag de stoomboot een stukje verder. Kom je een eilandje tegen met een cadeautje? Druk dan daarop voor een korte activiteit. De activiteiten zijn makkelijk uitvoerbaar en nemen weinig tijd in beslag. Ideaal voor een leuke dagstarter voor elk niveau. Sla de les op bij je eigen lessen. Zo kun je de voortgang steeds bewaren. Ook kun je eventueel de les aanpassen naar eigen wens. Het is vandaag dinsdag 16 november, dus daar sleep ik de stoomboot naartoe. Ik stond net ook dat ik hem best op kan slaan, dus ik sla deze aftelkalender ook op. En ik wijzig de naam en sla deze op, zodat ik morgen weer de boot vanaf 16 november naar 17 november kan slepen. En er zit ook een activiteit bij. Dan klik ik op het cadeautje en dan kan ik met mijn kinderen kiezen. Ook hier is er weer een informatieknop. Op het bord zie je een dilemma. Wat zou jij kiezen en waarom? Dus ga met jouw leerlingen bespreken. Je moet kiezen. Welke van deze twee kies je en waarom? Dus de leerlingen leren hun mening geven en daarbij ook argumenten te geven. Er zitten ook nog allerlei andere soorten activiteiten bij. Dit is toevallig ook een dilemma. Een luisteropdracht waarbij je de opdrachten af kunt spelen. Hoeveel pakjes stel je? Hoeveel pakjes stel je? Nou, daar gaan de kinderen de pakjes stellen. En zo heb je nog twee andere opdrachten. En zo heb ik bijvoorbeeld ook zoek de verschillen. Je kunt met een potloodje hier onderin de verschillen gaan omcirkelen. Zoals bijvoorbeeld de veer die anders is. De mijter daarnaast. En wanneer ik alle verschillen heb gevonden, dan kan ik het controleren door hier onderin op het vinkje te klikken. En dan kan ik ook zien wat de juiste antwoorden moesten zijn. Zo is er elke dag dus een activiteit bij. En hier rechtsbovenin zie je nog de mijter en daarbij staat klik hier voor extra liedjes. Zo zie je allerlei liedjes die je nog na de activiteit zou kunnen zingen of als energizer tussendoor op de dag. Je kunt ze oefenen voor wanneer Sinterklaas de klas inkomt met zijn pieten. Dus dat is hierin allemaal mogelijk. En wanneer je daarop klikt, komen de liedjes met een filmpje in beeld. Wanneer ik hem nu morgen weer de boot versleep, wordt deze les automatisch weer opgeslagen. En dat kun je zien door het pijltje wat hierbij de floppy staat. Dan gaan we naar de praatplaten. En deze wil ik ook als nieuw openen. Nou, we hebben vier verschillende soorten praatplaten. We hebben een praatplaat die gevuld is met allerlei afbeeldingen. Een praatplaat. Ik zag er mijn potloodje nog aan, want die wist ik gelijk. Een praatplaat die leeg is. Dus dezelfde als net, alleen dan zonder de afbeeldingen erin. Een sfeerplaat voor buiten. En een sfeerplaat voor binnen. Deze afbeeldingen kan ik ook allemaal weer beeldvullend maken door op de F te drukken op mijn toetsenbord. Of door de drie puntjes hieronderin volledige schermweergave. Deze praatplaten kan ik voor allerlei dingen gebruiken. Zo kan ik ze gebruiken om woordenschat mee te oefenen. Ik ga de woorden op de plaat benoemen. Je kunt gaan kijken in welke woorden hoor je een bepaalde klank.
welke woorden beginnen met de S bijvoorbeeld. Je kunt verschillende voorwerpen gaan tellen. Je kunt kritisch luisteren oefenen met je kinderen. Zoals bijvoorbeeld, Piet geeft eerst een wortel aan het paard. Daarna klimt hij het dak af. Wat doet Piet eerst? Hij geeft een wortel aan het paard. En je kunt natuurlijk ook met de leerlingen allerlei verhalen bedenken. Wat zie je op de plaat gebeuren? Wat zijn ze aan het doen? En laat je kinderen maar een verhaal bedenken bij hetgeen wat ze zien. Nou, dit is natuurlijk de gevulde praatplaat. Maar ik kan ook de plaat leeg vullen met mijn eigen afbeeldingen. Dus stel dat ik hier zelf situaties in wil maken, ga ik naar het bloemetje onderin. En kan ik ook binnen de afbeeldingenbibliotheek van Ginzy gaan zoeken. Op plaatjes in het thema Sinterklaas. En zo wil ik bijvoorbeeld de mijter hierin plaatsen. Zo kan ik allerlei mijters gaan verstoppen, zodat de kinderen die moeten gaan zoeken. Ik wil schuimpjes hierin hebben en een zak met cadeautjes. En zo kan ik allerlei afbeeldingen in deze plaat zetten om daar vervolgens verschillende activiteiten mee te gaan doen. Nu kan het ook nog zijn dat ik bijvoorbeeld met een hogere groep sommen wil gaan oefenen om zo betekenis te geven aan de som. Ik bewaar even deze laars met de brief erin en ik kan deze afbeelding gaan kopiëren door op de puntjes te drukken en kopieer te zetten. Maar ik kan ook zeggen, hey, ik wil hem zo vaak hebben. Ik selecteer ze alle drie. Vervolgens ga ik ze groeperen. En dan kan ik ze ook oneindig kopiëren. En dan kan ik ze steeds in groepjes hiervan afslepen. En dan kan ik ook met mijn leerlingen bespreken. Hey, hoeveel groepjes zie ik op het bord? Hoeveel laarzen zitten er in elk groepje? En welke som hoort daar dan bij? Ik zie 5 groepjes. Er zitten 3 laarzen in elk groepje. En dan is de som die daarbij hoort 5 keer 3 is 15. Dus zo zou je bijvoorbeeld ook tafelsommen met je leerlingen kunnen oefenen. Als je een hogere groep hebt. Dan hebben we ook nog rekenoefeningen voor Sinterklaas. En die zijn bedoeld voor groep 1 en 2. Ik open deze ook als nieuwe les. En ik kan mijn praatplaat nu opslaan. Stel dat ik hierin dus heb gemaakt voor de volgende dag. Dan kun je dat, is dat zeker aan te raden om te doen. Deze plaat wil ik nu verder niet gebruiken, dus ik sla hem ook niet op. En dan opent gelijk mijn rekenactiviteit. En bij mijn rekenactiviteit in de categorieën seriëren, rangtelwoorden, vergelijken en tellen. Ik laat ze allemaal even kort zien. Bij seriëren, welke mantel is het langst? Dus het gaat echt over de begrippen langst, kortst. En dat soort dingen. Je kunt de opdrachten voor laten lezen, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om ze zelf voor te lezen. Nou, de opgaven die staan onderaan in beeld te antwoorden, zodat de leerlingen deze zelf ook kunnen verslepen op het bord of aan kunnen tikken. Welke mantel is het langst? En je moet ook een antwoord aantikken. De kinderen kunnen hem bijvoorbeeld aanwijzen. En vervolgens op het vinkje klikken voor directe feedback. En dan staat er een goed zo. Als ik op het pijltje klik, dan kom ik meteen bij de volgende opgave. Welke Sinterklaas is het kleinst? Het kan zijn dat deze aangeklikt wordt. Klik op het vinkje om het te controleren. En dan staat er, jammer, verbeter je antwoord. Ze kunnen daarna het andere antwoord aantikken. En krijgen weer directe feedback. En hier heb je bijvoorbeeld zo'n sleepopdracht. Zet de waarde van kort naar lang. En zo is er van alles hierin te vinden. Dan ga ik terug en dan kijken we naar de rangtelwoorden. Het gaat natuurlijk over de positie in de rij. Welke staat als tweede in de rij? Dat is de beer. En je kunt hierbij natuurlijk ook gelijk een stukje woordenschat oefenen door alle plaatjes eerst te benoemen. De beer staat er als tweede.
Welke staat er als vierde in de rij? Dat is de Sinterklaas. En welke pepernoot is gekleurd? Dan moeten kinderen zelf het rangtelwoord hierbij benoemen. Wij vergelijken. Waar zie je minder schuimpjes? Zet de pietenmutsen van minst naar meest. En dan hebben we ook nog tellen. Hoeveel pepernoten hebben we? Hoeveel cadeaus in dit geval? En hierbij kun je dus ook de antwoorden voor laten lezen. 6, 3, 4, 5. En de kinderen kunnen het juiste antwoord aanklikken en krijgen ook weer de directe feedback. Nu hebben we ook activiteiten beschikbaar op het gebied van taal. En deze zijn geschikt voor groep 1, 2 en 3. Die hebben we op het gebied van woordenschat, de beginklank, rijmen en kritisch luisteren. Bij woordenschat, wat zie ik hier? Nou, is het het hooi, het verlanglijstje, het cadeau of de pepernoten? En je kunt dus ook zeggen, waar zie je de intocht? Welke afbeelding hoort daarbij? En ook benoem hierbij dus ook elke keer alle afbeeldingen, zodat de leerlingen ook de woorden van alle plaatjes alvast kunnen leren. Bij de beginklank, ook hier is het handig om de plaatjes te benoemen. Waar hoor je vooraan hetzelfde als bij mijter? Is dat zak, maan, cadeau, schoen? Dat is natuurlijk de maan. Rijmen. Rijmen is natuurlijk ook echt een Sinterklaasding. Wanneer de leerlingen in hogere groepen uiteindelijk gedichten moeten gaan schrijven, kunnen ze daar in de onderbouw al heel goed mee oefenen. Wat rijmt er op intocht, bocht, intocht suiker, intocht mantel of intocht zak? Dat is natuurlijk intocht bocht. Wat rijmt er op baard? Baard appel, baard brief, baard taart. Of baard zak. Baard rijmt op taart. En dan hebben we kritisch luisteren. Piet klimt op het dak en glijdt door de schoorsteen naar beneden. Daar loopt hij de woonkamer door en legt de cadeautjes onder de schoorsteen. Waar klimt Piet op? Op het cadeau, de schoorsteen, op het dak of op de schoen? Dat is natuurlijk op het dak. Deze activiteiten voor rekenen en taal kun je gebruiken in de grote als in de kleine kring. Sommige activiteiten zullen geschikt zijn voor je hele groep, sommige voor je jongste kleuters, sommige voor je oudste kleuters. Net wat passend is bij jouw leerlingen. In een heleboel groepen wordt ook het Sinterklaasjournaal bekeken tijdens de pauze. En het Sinterklaasjournaal kun je ook als tool invoegen op een pagina. Je kunt hem door het hartje aan te klikken als favoriet markeren. Dus nu staat hij uit en wanneer het hartje geel is, heb je hem gemarkeerd als favoriet. Wanneer ik dan bij de bordpagina ben, kan ik hier een nieuwe les van maken. Dan klik ik op de floppy en dan nieuw om een nieuwe les te openen. Ik kan mijn Sinterklaasjournaal hier inzetten, maar ik kan de pagina ook een beetje gezellig maken. Dus dan ga ik weer naar een bloemetje om een achtergrondpagina op te zoeken. Ik had zoekterm Sinterklaas aanstaan, die vind ik prima. En dan wil ik een zak met strooigoed invoegen als achtergrond. Nou, dit is nu nog een beetje klein, dus ik wil deze graag schermvullend maken. En dan druk ik op de drie puntjes en dan stel ik hem in als achtergrond. En zo is mijn hele pagina beslagen met deze afbeelding. Maar nu wil ik het Sinterklaasjournaal hier nog in hebben. Dan ga ik hier weer naar het gele hartje van mijn favorieten. En zie ik hier de tool Sinterklaasjournaal staan. Ik voeg hem in, sleep hem naar de juiste plaats en vergrendel dit, zodat het niet meer versleept kan worden.
Ik kan de juiste aflevering van het Sinterklaasjournaal aanklikken. En wanneer we deze willen gaan bekijken, kan ik het natuurlijk ook nog schermvullend maken in het venster van de aflevering zelf. Ik wil deze pagina ook opslaan, zodat het elke dag gewoon klaar staat. Dus ik ga naar de floppy. Opslaan als het Sinterklaasjournaal. En zo kan ik iedere dag mijn Sinterklaasjournaal gaan bekijken. Wij hebben ook nog een gameshow beschikbaar. En een gameshow is eigenlijk een spelshow die je met je klas kunt spelen. Ik open deze ook weer als nieuwe activiteit en klik vervolgens op start. De gameshow die is helemaal zelf aan te passen. En is eigenlijk een spel. In dit geval zijn er 3 categorieën. Elke categorie heeft 5 vragen. Waarbij de punten variëren van 10 tot 50. De vragen met 10 punten zijn de makkelijkste vragen. De vragen met 50 punten zijn de moeilijkste vragen. En ik kan zelf een beetje bepalen hoe ik dit dan wil gaan doen. Bij de instellingen kan ik nog kiezen hoeveel teams ik wil hebben. Ik kan de teams namen geven en kleuren. En ik kan dan gaan zeggen, elk team mag om de beurt een categorie en een aantal punten kiezen. En dan krijgt alleen dat team de punten. Maar ik kan ook zeggen, hey, alle groepjes die het antwoord weten, die krijgen allemaal punten. Dat is aan jou zelf de keuze hoe je dat wilt gaan doen. Ik kan deze quiz ook helemaal zelf aanpassen. En dat doe ik door op bewerken te klikken. Dus de gameshow die je wilt gaan bewerken is nog actief. Als je verder gaat naar bewerken, gaat alle voortgang van de actieve gameshow verloren. Weet je zeker dat je verder wilt gaan? Dus als je hem wil bewerken, moet je dat wel doen voordat je begint. En hier kan ik dan ook zien welke vragen er zijn en welke punten. En zodra ik deze gameshow bewerk, wordt hij als opgeslagen in mijn gameshow-overzicht. Nou, dat is goed. Ik kan zelf categorieën toevoegen. En nu kan ik ook alle vragen bekijken. Nou, ik zie hier bij Sinterklaas weetjes de vraag voor 30 punten. Van welke groente houdt het paard voor Sinterklaas? Dit vind ik niet zo'n leuke vraag, dus ik wil hem wijzigen. En dan zeg ik, hoe heet het paard van Sinterklaas? Dan is het ook zo snel. En ja, het plaatje van een wortel en een schoen is dat niet echt passend bij dit antwoord. Dus ik doe hem weg. En ga dan naar boven, want hier heb ik een plaatje van Sinterklaas op zijn paard. En ik voeg deze toe. Ik sla hem op en dan kan ik hem daarna ook gaan spelen. Bijvoorbeeld, team 1 is aan de beurt en zij kiezen de kleding van Sinterklaas. Welke kleur heeft de mantel van de Sint? In dit geval kies ik ervoor om alle groepjes een antwoord te laten geven. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld op een wisbordje op te schrijven en dan te laten zien. Of, nou ja, kun je zelf bedenken hoe je dat wil doen. Wanneer ze een antwoord hebben gegeven, klik ik op toon antwoord. En dan is het antwoord natuurlijk rood. Alle groepjes die dit antwoord goed hadden, krijg je dan vervolgens ook de punten. Het kan zijn dat een groepje misschien bij een moeilijkere vraag een antwoord niet helemaal goed had. En dan kun je ook halve punten toewijzen. Stel dat je hierin nou per ongeluk een foutje hebt gemaakt, klik je weer op het symbool en dan verdwijnen de punten weer. Nu krijgen al deze groepjes de 10 punten. En team 2 zegt dan, nou, wij kiezen voor Sinterklaas weetjes voor 30 punten. Hoe heet het paard voor Sinterklaas? Die vraag hebben we net bedacht. Dus oh zo snel. En dan wist alleen team 2 en 3 dit bijvoorbeeld en krijgen zij die punten. En je kunt ook zien dat welke vragen er al zijn beantwoord, dat die niet meer oplichten. En zo weet je uiteindelijk ook welke vragen zijn geweest en wanneer het spel klaar is. Hier nog 40 punten. Waarom had Piet een lekke band? Dat was natuurlijk door de pepernoot. En daar zit er in dit geval ook nog een liedje bij. Dus daar kun je ook nog voor kiezen om het liedje met je klas te gaan zingen. En dan deel ik maar even wat punten uit.
En zo kun je dit heel leuk inzetten in je klas. Dat zou je kunnen doen op de dag dat Sinterklaas bij jullie op school komt. Mocht je een keer tijd over hebben met je klas, dan is het ook heel leuk om te doen. Maar reken hier wel voor dat je wel wat meer tijd hiervoor nodig hebt. Dan hebben we ook nog memory in het thema van Sinterklaas. Nou, memory is denk ik bij iedereen wel bekend. Ik open deze ook weer als nieuwe activiteit. Ik kan mijn gameshow opslaan, maar omdat ik hem nu niet ga spelen verder, sla ik hem niet op. Je kunt er dus ook voor kiezen om je gameshow een keer te beginnen en een andere keer af te maken. Maar ik denk wel dat het leukste is wanneer je deze in één keer helemaal uit kunt spelen. Ik sla mijn gameshow niet op. En dan heb ik de memory. Bij memory kan ik ook weer voor instellingen kiezen. Ik kan ervoor kiezen hoeveel sets ik wil inzetten. Ik kan ervoor kiezen hoeveel teams ik wil hebben. Of dat teams hun beurt mogen behouden wanneer ze een setje goed hebben. Of dat het altijd een beurtje is. En of dat ik teammascottes wil. Dus in dit geval wil ik dat het altijd een beurtje is. En ik wil geen teammascotten. Door het vakje wat oplicht, kan ik ook zien welk team er aan de beurt is. Team 1 heeft het niet goed. Team 2 is daarna aan de beurt. En wanneer er dan een memory setje goed is, gaat het setje van de kaart af en gaan de punten naar het team wat de memory juist had. Nou, dit is ook leuk om als even tussendoor activiteit te doen. En wil je dit heel kort doen, dan kun je dus ook kiezen om maar een paar setjes te hebben. Je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Dan hebben we ook nog bingo. Bingo is ook heel leuk om te doen op de dag dat Sinterklaas in de klas komt. En deze staat eerst automatisch ingesteld op het thema lente. Dat willen we natuurlijk even anders hebben. Dus gaan we naar de instellingen. En ga ik het thema zetten op Sinterklaas. Ik kan de bingo kaarten printen door hier op de knop uitprinten. En ik kan ook aangeven hoeveel bingo kaarten ik wil hebben. Ik kan ervoor kiezen om eerst voor iedere leerling één kaart te printen. Maar kan het natuurlijk ook meerdere keren voor meerdere rondes tegelijk printen. En als deze op het thema Sinterklaas staat, dan klik ik op spelen. En kan ik ook nog kiezen of dat ik met of zonder geluid af wil spelen. Nou, met geluid. De afbeelding komt naar voren in het groot en wordt op de kaart gekleurd. Zo kunnen de kinderen ook altijd terugkijken welke afbeeldingen al lang zijn geweest. Mocht uiteindelijk iemand bingo hebben, dan kan ik zelf de kaart eerst controleren. En als iemand dan echt bingo heeft, dan klik ik hierop en weten we dat er iemand heeft gewonnen. En kan ik door de knop opnieuw weer een nieuw potje bingo beginnen. Je mag zelf natuurlijk bepalen of dat valse bingo een liedje zingen is. Of een mop vertellen. Zo. Heb ik al een heleboel laten zien. Dan wil ik jullie ook even laten zien hoe dat ik zelf nog een aantal andere dingen kan gebruiken. Om een kleine les te maken in het Sinterklaas thema. Ik ga weer een nieuwe les maken. Ik wil mijn bingo niet opslaan. En ik ga een gezellige Sinterklaas pagina maken met daarop ook een soort van dagplanning. Ik wil hierbij een achtergrond in het thema van Sinterklaas. En ga een beetje op zoek naar een niet te drukke afbeelding. Ik vind deze wel mooi. En deze wil ik instellen als achtergrond. Dat doe ik door op de drie puntjes te klikken en dan zet in als achtergrond. Op deze pagina wil ik graag de timetimer hebben. Die staat bij mijn favorieten. En zo kunnen de kinderen zien hoe lang ze de tijd hebben om aan een bepaalde taak te werken. Ik vergrendel deze ook zodat die niet versleept kan worden. En daaronder zet ik geen afbeelding, maar stoplicht, zodat de leerlingen ook kunnen zien hoe ze moeten werken. Mogen ze vragen stellen of moeten ze zelfstandig werken? Ik vergrendel deze ook. De timetimer kan speciaal voor het Sinterklaas thema ook aangepast worden.
En dat doe ik door hier links onderin op het tandwiel te klikken. En het geluid van de stoomboot te selecteren. Ik heb hem nu eventjes op 1 seconde ingesteld. Zodat jullie het geluid ook even kunnen horen. Zonder dat jullie daar heel lang voor moeten wachten. En dan denk ik dat wanneer de leerlingen dit geluid horen, dat het wel duidelijk is dat ze klaar moeten zijn met hun activiteit. Maar deze pagina kan ik ook nog verder maar vullen met een schema voor de dag. En dan kan ik bijvoorbeeld een kader aan toevoegen. Ik kies voor een lichtblauw kader met een gele rand. Dat past wel een beetje bij deze achtergrond. En ik sleep hier een vak. Dan wil ik daar tekst in zetten. En het is, ik maak deze vast vanmorgen. We hebben woensdag. Dan is het 17 november. En dan wil ik daaronder in een kader zetten wat we gaan doen. Ik ga geen hele dagplanning maken, dat wordt wel heel erg lang. Maar ik schrijf even een paar activiteiten op, zodat jullie een idee hebben wat je kunt doen. We beginnen met lezen. Dan hebben we rekenen. En uiteindelijk het Sinterklaasjournaal. En dan kan ik dit extra duidelijk maken door er pictogrammen voor te zetten. Dan ga ik weer afbeeldingen invoegen via het bloemetje. Dan ga ik lezen. Ik zie hier het kind dat een boek aan het lezen is. Die sleep ik hiervoor. Vervolgens rekenen. En dan wil ik een afbeelding van de som in beeld. Zo, die sleep ik ook naar het juiste formaat. Nog iets kleiner. En het Sinterklaasjournaal wordt meestal aangeduid met een mijter. Dus ik ga op zoek naar de mijter. En die voeg ik daarvoor in. Dus zo kan ik mijn dagplanning ook visueel maken voor de leerlingen. Stel dat ik hier ook nog een eigen activiteit aan toe wil voegen, kan ik ook een nieuwe pagina invoegen door hier rechts onderin op het plusje te klikken. En dan heb ik ook dezelfde achtergrond als op de pagina hiervoor. Als ik deze achtergrond wil wijzigen, kan ik dat doen door hier op de lineering te klikken. En dan bijvoorbeeld op wit te klikken als ik een witte achtergrond wil. Maar ik kan ook via het bloemetje een nieuwe afbeelding kiezen om die in te stellen als achtergrond. Ik kan nu gewoon even deze achtergrond houden. En ik ga een opdracht bedenken voor mijn leerlingen. En dan maak ik een kader, zodat de tekst zo meteen ook leesbaar is. En dan zeg ik, sleep 5 pepernoten naar elk vak. Een beetje in het midden. En dan ga ik hieronder vakjes maken waar de leerlingen zo meteen de pepernoten naartoe moeten slepen. En dan kan ik zo losse vakjes gaan maken. Maar ik wil eigenlijk dat ze precies even groot worden. Dus dan kan ik ook dit kader selecteren. Drie puntjes, oneindig kopiëren. En dan kan ik ze zo verslepen, zodat ze allemaal precies even groot zijn. Nou, dan moet ik natuurlijk ook wel een pepernootje hebben wat de leerlingen kunnen verslepen. Dus ik ga via het bloemetje, zoek ik pepernoot. Dan pak ik deze pepernoot, die maak ik wat kleiner, anders wordt het wel heel groot. En die zet ik hier onderin, zodat de leerlingen daar zelf ook bij kunnen om ze te verslepen. Ik wil deze oneindig kunnen kopiëren. En zo kunnen de kinderen dus steeds de pepernootjes naar de vakken slepen, zodat er uiteindelijk in elk vakje 5 pepernoten staan. Dus zo kun je zelf ook activiteiten bedenken voor je leerlingen. Dan ga ik eventjes terug.
Wij hebben namelijk ook altijd de woordenflitser. Die zoek ik even op via de zoekbalk. En dat is deze tool. Die woordenflitser, die kan ik vullen ook met eigen woordenlijsten. En dan kan ik ook woordenlijsten toevoegen in het thema van Sinterklaas. Ik heb dat zelf een keer gedaan. Je kunt de flitstijd instellen. En zo kun je met jouw leerlingen woorden flitsen ook in het thema van Sinterklaas. Dus dat is ook zeker een aanrader om te doen. En hier kun je natuurlijk woorden invoegen van elk niveau. Dus voor alle leerjaren kun je hier wat mee. En dan ga ik terug. Dan haal ik deze zoekterm weg en dan krijg ik weer al mijn Sinterklaas tools en activiteiten. Dan hebben wij ook nog een aantal andere dingen die ik gezien de tijd even kort toe zal lichten. We hebben digidoeners voor de onderbouw, Sint en de Rijmapp en mijn cadeau. Voor Team Talento de Sint en Kerstspecials, dat is voor alle bouwen, verschillende activiteiten. Nee, ik wil mijn woordenflitsen niet opslaan. Met liedjes, drummen, tekenen, kijkplaten en werkbladen. Sinterklaasliedjes, natuurlijk heel leuk om als energizer tussendoor in te zetten. Een hele lijst met allerlei liedjes en filmpjes daarbij. Daar hebben we rebussen die voornamelijk voor de midden- en bovenbouw zullen zijn. Met zinnen uit Sinterklaasliedjes. En een voorleesactiviteit voor de onderbouw van het pepernotenplan. Dat was eventjes wat we allemaal voornamelijk hebben op het gebied van Sinterklaas ben ik inzien. Ik ga weer naar mijn PowerPoint. Wij hebben ook via ginzi.com/blog... een blogpagina waarop wij schrijven wat voor nieuwe materialen we hebben. Laten we je zien wat je daarmee kunt doen. Dat kun je op je gemakje ook teruglezen. En we hebben een hele leuke nieuwe blog in het thema van Sinterklaas. Waarin ook een heleboel activiteiten nog eens benoemd worden. Dus daar kun je alles op je gemakje ook nog lezen. Zeker een aanrader om te bekijken. Wij hebben ook een wensen- en ontwikkelingenpagina die je via het menu aan de linkerkant bij het kompasje kunt vinden. En daar kun je zien welke ontwikkelingen er gewenst zijn, waar we mee bezig zijn en wat er gelanceerd is. En via het blauwe plusje kun je ook zelf je wensen hierin toevoegen, wat jij graag terug zou willen zien in Ginzi. Wanneer je vragen hebt over het gebruik met Ginzi, wanneer je wilt dat we graag met je meekijken, hoe je het beter in kunt zetten in je klas, kun je contact opnemen met het Buddy team. Via ginzi.com/buddy kun je een belafspraak met ons maken en dan word je op een door jou gekozen tijdstip door een van ons gebeld. Je kunt ook met ons mailen via buddy@ginzi.com. En via de linker menubalk in Ginzi bij het vraagteken kun je met ons chatten. Dus mocht je vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op. En dan kijken we altijd graag even met je mee. Nou, naast dit webinar geven wij ook nog een heleboel andere webinars. Zoals lessen, tools en bordhandleiding, Digibord deel 1. In dit webinar kun je zien welke tools en activiteiten, instructielessen, materialen wij allemaal hebben binnen Ginzi in het algemeen. En we laten je zien hoe je zelf een les kunt bouwen in de basis. Bij lessen, tool en bord in de praktijk, Digibord deel 2, gaan we daar wat verder op in. Laten we je wat zien hoe je wat geavanceerder een les kunt maken, zelf binnen Ginzi, dus wat uitgebreider. Mocht je interesse hebben om digitaal te gaan verwerken met je leerlingen, dus in plaats van dat je met jouw leerlingen via een boek en schrift en werkboek werkt, kun je dat ook in Ginzi volledig digitaal doen. En mocht je daar meer over willen weten, dan moet je zeker naar het webinar over de digitale verwerking voor groep 3 tot en met 8 kijken. Daarin leggen we je uit welke mogelijkheden wij daarvoor hebben en hoe je dit het beste kunt doen. Ook hebben we binnen Ginzi digitale verwerking en lesmaterialen speciaal voor kleuters. Dus als je daar ook meer over wilt weten, kun je je daarvoor aanmelden.
Het webinar Doelgericht werken in de werelden is speciaal voor leerkrachten die digitaal willen verwerken, maar zonder methode. Dus die een eigen leerlijn en jaarplanning willen maken en zo een lesaanbod kunnen geven. En we hebben een webinar voor het aflezen van resultaten in Kinsey. Welke resultaten kun je aflezen en wat kun je hier uithalen? Nou, al deze webinars kun je vinden op kinsey.com/kinseylive en je kunt je helemaal gratis hiervoor aanmelden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. Fijn dat jullie dit hebben bekeken. En mochten er dus nog vragen zijn, stel ze via de chat, via de mail of plan even een belafspraak in met een van de buddies. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.